Een terechte score? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat wij wel de betere ploeg waren, maar dat we in de tweede helft gewoon niet meer kunnen afwerken en dat we daarom het nog heel lastig krijgen op het einde. Ja, zeker na zo'n goede tweede helft. Ik denk de eerste helft veel te zwak. We missen ook twee penalties, korte kans. Daar dat we dan 5 golen rond ons horen krijgen. En, ja, door heeft de steken te laten vandaag. We spelen vandaag denk ik onze beste eerste time van de competitie. En dat is dan wel heel verrassend dat je die afwisselt met ook wel de slechtste time van de competitie. Waar dat komt, hoe dichter dat kwik kwam, hoe meer verkrampt dat we gingen korfballen. Ja, heel bizar. Onze beste en onze slechtste in één wedstrijd. Maar gelukkig de 2 punten. Als je de eerste helft bekijkt wel, als je de tweede helft bekijkt niet. Eerste helft missen we 2 strafworpen, cruciale strafworpen voor in de wedstrijd te blijven. Een korte kans ook nog. En dan lopen zij 5 doelpunten uit. En dat heeft ons een beetje genekt, want de tweede helft waren wij gewoon baas, vond ik.